In deze film maken we een diafragma symbool. En om een diafragma symbool te maken, ga ik gewoon beginnen met een nieuw bestand via hierboven bestand nieuw. En de grootte die ik kies, dat maakt op zich niet zo gek veel uit, maar ik vind 1920 1080 prima. Een witte achtergrond en ik klik op maken. Het eerste wat ik ga doen, dat is een vorm maken van een cirkel en dat ga ik in dit geval ook met het vormgereedschap doen. Het vormgereedschap dat vind je hieronder. In dit geval zijn het drie bolletjes, maar dat komt omdat daar nog heel veel gereedschappen achter liggen. Houd je de muis ingedrukt, dan zie je ze allemaal tevoorschijn komen en dan zie je daar staan ovaal. Ik wil in dit geval een vorm gaan maken in pixels. Met zwart als voorgrondkleur gaat dat ook zwart worden. En ik ga even een nieuwe laag aanmaken. Dat doe ik hieronder via dit icoontje. En ik dubbelklik op de naam. En die noem ik cirkel. En ik ga gewoon een cirkel tekenen. Nou, om een perfecte cirkel te maken. Je ziet al wat er gebeurt. Als je één keer klikt en je sleept de muis verder. Dan krijg je wel een cirkel. Maar deze is niet perfect rond. Hoe doe je dat? Je kunt de breedte- en hoogteverhoudingen beperken door de shift ingedrukt te houden. En dan krijg je gewoon een perfecte cirkel. Nu wil ik hem eigenlijk gewoon nog netjes uitlijnen. En als je op het verplaatsgereedschap klikt, dan zou je hem op kunnen pakken en rond kunnen slepen. En als je dan in het midden komt, dan zul je merken dat hij gewoon snapt. Maar ik ga hem even expres uit het midden zetten. Er is nog een andere manier. Als je de complete laag selecteert, en dat doe je hierboven via selecteren en alles, of met de sneltoets Ctrl A. Dan worden er in het verplaatsgereedschap wat uitlijntools geactiveerd. En daarmee kun je in één klik horizontaal uitlijnen en ook verticaal uitlijnen. En dat is op zich heel handig. Ik maak de selectie weer ongedaan via selecteren en deselecteren. Of met de sneltoets Ctrl D. En mijn cirkel is af. Wordt het tijd om de veelhoek te gaan maken? En ik maak gewoon een nieuwe laag. Doe ik in dit geval via de sneltoets Ctrl Shift N. En deze laag noem ik veelhoek. En je ziet, hij komt erbij. Deze wil ik in het wit, dus ik zorg dat wit mijn voorgrondkleur is. En ik ga weer via de drie bolletjes hier naar de tools, en ik kies de vorm veelhoek. Nou, in dit geval wil ik een veelhoek met zeven zijden. En om de veelhoek te tekenen, ga ik gewoon ergens in mijn tekening weer een vorm maken. En ik laat de muis weer los. Nou, met het verplaatsgereedschap zou ik hem handmatig naar het midden kunnen zetten. Maar dat is niet nodig. Ik selecteer de hele inhoud van de laag met Ctrl A. En ik lijn hem horizontaal en verticaal uit. En met Ctrl D hef ik dat weer op. Stel dat je nu de vorm een klein beetje groter wil maken. Dan kun je gewoon via het verplaatsgereedschap op een van de hoekjes klikken. En die kun je dan uittrekken. En daarmee maak je hem groter. Nou, standaard houdt Photoshop wel de verhoudingen aan. Maar het gaat niet vanuit het midden. En hij staat wel keurig in het midden. Dus dat wil ik ook gebruiken. Hou dan de Alt ingedrukt en dan gaat het wel vanuit het midden. En als de grootte goed is, dan hou je dat zo. Eventueel kun je hem nog gewoon een keer draaien. Als je de vorm niet helemaal geweldig vindt. En je klikt boven op het vinkje of drukt op enter. Nu heb ik dus mijn cirkel. Ik heb mijn uh, veelhoek aan de binnenkant. Is het alleen nog zaak dat we diafragmalamellen gaan maken? Ga ik een nieuwe laag voor maken? Laat ik het deze keer eens via hierboven doen. Laag, nieuw en gewoon laag. Dan heb je alle drie de manieren gezien. En ik noem deze uh, de lijntjes. Wederom is wit mijn voorgrondkleur. En bij de vormen kies ik in dit geval voor lijn. Je kunt hierboven de dikte bepalen. En ik denk dat 5 wel een aardige dikte is. Dus dat typ ik in. En ik ga gewoon vanuit ieder puntje een lijntje trekken. Evenwijdig aan een van de zijdes. En zo ga ik vanaf ieder puntje tot aan de buitenkant van de cirkel een lijntje trekken. Doe je het niet goed, Ctrl Z om het ongedaan te maken. En doe het gewoon even opnieuw. Of doe het gewoon twee keer opnieuw. Eventueel kun je ook nog gewoon een stukje inzoomen. Zie dat die ook niet goed ligt. En het is wel zo mooi als je een beetje netjes werkt, natuurlijk. Nou, hier bij de allereerste lag hij ook niet geweldig, dus ik zoom daar gewoon even op in. En aangezien we met pixels werken, kan ik gewoon keurig met een wit potlood dat netjes handmatig intekenen. En niemand die het opvalt. Zeker niet als je uitzoomt. En zo eenvoudig maak je dus gewoon dit diafragma-symbool. Zou je dit nou willen gaan verwerken in je fotografielogo? Dan zou je het document uit kunnen breiden en daar nog gewoon ja, je naam bij zetten bijvoorbeeld. En vervolgens zou je het kunnen verwerken tot een watermerk met penseel, zodat je het in één keer overal op je foto zet. Daarvoor zou ik zeggen, kijk even naar het filmpje hierboven. En zo eenvoudig is het dus. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!